Het duurzame lichtbeleidsplan van de gemeente Wijchen zorgt voor onveilige situaties en kritiek vanuit de buurtbewoners van wijken Woezik en Veenhof. In deze wijken zijn de lantaarnpalen deze zomer uitgezet voor een pilot. Met de wintertijd die er nu aankomt, maken buurtbewoners zich nog meer zorgen over hun veiligheid. Na een motie die vanuit de gemeenteraad van Wijchen ingediend is, kijkt de gemeente nu naar een mogelijke oplossing. Gemeente Wijchen is druk bezig met het opstellen van een nieuw lichtplan. Dit nieuwe plan met lager energieverbruik moet zorgen voor een duurzamere toekomst. Deze zomer startte de gemeente een pilot in 2 wijken, maar al snel kwam er veel kritiek vanuit de inwoners. De gemeente geeft gehoor en draait deze pilot nu terug. We hebben heel veel reacties ontvangen van de inwoners. Die hebben we verzameld om te komen tot een nieuw lichtplan waarmee we de komende jaren mee vooruit kunnen. Dus dat betekent dat we in alle wijken en ook maar in het buitengebied van Wijchen gaan kijken van hoe kunnen we voldoen aan de nieuwe eisen die in het lichtbeleidsplan staan. Dat hebben we met energiebesparing, veiligheid, lichtvervuiling, flora en fauna. Maar daar hebben we tijdens de pilot wel wat van geleerd hoe we die aanpak toch serieus anders moeten gaan doen. D66 Wijchen hoorde van de inwoners over de situatie en hun zorgen. De donkere gaten op straat zorgden voor een onveilig gevoel bij de buurtbewoners. Er zijn hier in de wijk Woezik en Veenhof zijn er heel veel lantaarnpalen uitgezet. En waardoor mensen zich gewoon onveilig voelen hier op straat als ze hier lopen. Ze kunnen losliggende stenen niet zien, paaltjes vallen niet op. Ja, er gebeuren gewoon ongelukken. Deze pilot is dus van de baan. Maar de gemeente zet nog steeds in op een nieuw lichtplan. Daarom worden andere mogelijkheden nu onderzocht. Begin oktober zijn we gestart met ervaringsstraten, zogenaamde ervaringsstraten. Dat zijn 4 straten in Woezik die we hebben ingericht conform de nieuwe eisen. En ook de nieuwe doelstelling die we in Wijchen willen halen met betrekking tot de aanpak van openbare verlichting. En daar hebben we de inwoners gevraagd om daar eens te gaan kijken van, is dit eigenlijk zoals we het jullie graag zouden willen zien? Ja, gewoon luisteren naar de inwoners. Zij wonen en komen bij hun huizen elke dag. Zij zien veel meer. En dan is het ook goed om die ideeën mee te nemen. Dus we gaan de komende maanden aan de slag met het ophalen van meer informatie van de inwoners. En tot die tijd, daar heeft de Raad vorige week ook serieus aandacht voor gegeven en ook de opdracht toegegeven om de verlichting die nu uit is in de overige straten van Woezik, om die weer in te schakelen.